Dan heb ik hier glitter highlight markers. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina, ook al bekend als Sabrina Poetri. En in deze video ga ik een aantal back to school must-haves met jullie delen. Dus items die echt niet kunnen ontbreken als je weer terug naar school gaat. Voordat ik ga laten zien wat ik allemaal heb geshopt, wil ik eerst aan je vragen om het duimpje omhoog te doen als je zin hebt in deze video. En mocht je nog niet op dit YouTube kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En ja, laten we maar snel beginnen met de back to school shoplog. Zelf zit ik in mijn laatste jaar van mijn hbo-opleiding, dus ik heb niet enorm veel spullen nodig, maar ik vind het altijd wel leuk om back to school dingen te shoppen. Eigenlijk vanaf het moment dat ik naar de middelbare school ging, koop ik altijd mijn schoolspullen bij de Action. Alleen wat wel goed is om te weten is dat Action een snel afwisselend assortiment heeft. Dus de kans is groot dat producten snel uitverkocht raken. Maar mocht je iets in deze video zien waarvan je denkt, hey, dit wil ik ook, dan raad ik je aan om eigenlijk zo snel mogelijk naar de winkel te gaan. Want ja, of is of. Maar stel iets is niet meer in de winkel, dan is er een grote kans dat er wel een soortgelijk product is. Dus ja. Laten we gaan beginnen met mijn aankopen. Ik heb als eerst hier een schooltas. Ik vind zelf rugtassen veel fijner dan handtassen. Want anders heb je al het gewicht aan één schouder. En dat vind ik niet zo prettig. Maar deze heeft een print met allemaal bladeren. Super leuk. En het formaat is helemaal top. En deze tas was maar €3,79. Goedkoper kun je een tas niet krijgen. In de tas heb ik ook een aantal items zitten. Als eerst kaftpapier. Nu hoef ik mijn boeken niet per se te kaften, maar ik vind het wel heel erg mooi en satisfying als alles mooi op elkaar afgestemd is. Want laten we eerlijk zijn, heel vaak zijn de kaften van een schoolboek niet eens zo mooi. Dus vandaar dat kaftpapier altijd van pas komt. Ik heb twee varianten. Eén met bladeren, want ik ben een beetje in de palm thema, in het tropische thema. En één neutrale. En per rol kostte het 55 cent. Dan hebben we een etui. Ik haat het als ik mijn pennen niet kan vinden. Dus een etui is ideaal. Want dan zorg ik ervoor dat al mijn pennen en schrijfwaren op één plek zijn. En deze kostte €1,49. Nu ik een etui heb gekocht, heb ik ook pennen nodig. Dus ik heb deze gekleurde pennen. Dit zijn er in totaal 10. En laten we eerlijk zijn, met kleur schrijven is toch vele malen leuker dan met een simpele blauwe of zwarte pen. Ook al kan ik me herinneren dat ik vroeger niet met gekleurde pennen mocht schrijven op de middelbare school. Maar ja, voor aantekeningen of om dingen te omcirkelen zijn gekleurde pennen altijd wel handig. En deze waren maar 99 cent. Dan heb ik dit setje. Kijk hoe schattig. We hebben hier een to-do list, twee potloden, een pen, een marker, een gummetje en een puntenslijper. Dus eigenlijk alles in één. Alles wat je nodig hebt om in je etui te stoppen. En dit setje kost €1,49. Altijd als ik naar school ga, heb ik behoefte aan iets lekkers. En ik had altijd standaard koekjes mee. Fruit en koekjes. Maar dit is toch wel een van mijn favoriet. Dit zijn mini Oreo's, maar dan de golden versie. En deze zijn een partijtje lekker. Ik ben echt al sinds jongs af aan helemaal Oreo fan. En toen ik dit bij de Action zag liggen, toen dacht ik, ja, dit moet ik hebben. Ze komen in kleine zakjes. Dus ideaal voor de pauze of tussendoor. Het zijn ook echt mini Oreo's. En de mini Oreo's kosten €1,69 en dan heb je 4 zakjes. En natuurlijk moeten we er ook iets bij drinken. We hebben hier Arizona. En mocht er toevallig mensen kijken die mij al sinds 2014 volgen of zo. Ik weet niet de exacte tijdsperiode, maar vroeger had ik een lichte obsessie met Arizona. Ik dronk deze variant altijd. Ik had het ook altijd mee naar school, naar de middelbare. Niet normaal. Ja, ik hou er zo ontzettend veel van. Tot de dag van vandaag is het een van mijn lievelingsijsthee. Ik drink eigenlijk niet heel veel frisdrank meer. Maar als ik frisdrank drink, is het wel iced tea. En een Arizona blikje van 500 milliliter is 69 cent. Zoals ik al eerder zei, ben ik niet echt een frisdrankdrinker. Dus een herbruikbare waterfles kan in mijn schooltas echt niet ontbreken.
En het is ideaal, je doet hem gewoon lekker onder de kraan als je naar de wc gaat. Na het handen wassen ook even je waterfles vullen. En het is ook weer de goedkope optie, want ja, anders moet je elke keer weer een flesje drinken in de kantine halen. En dat is ook zonde van je geld. Dus een waterfles die maar 99 cent was. Als je naar school gaat, heb je natuurlijk ook lunch nodig. En je kan het elke keer wel in een boterhamzakje doen of iets in die richting. Maar een lunchbox is vele malen handiger. Vroeger vond ik het altijd kinderachtig om een lunchbox mee naar school te nemen. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is juist heel erg praktisch en duurzaam. En waarom ik deze lunchbox zo fijn vind, is dat je verschillende vakjes hebt. Ik ga hem eventjes uit de verpakking halen. Hier heb je een deksel, hier heb je laag nummer 1, laag nummer 2, laag nummer 3, laag nummer 4. Hier heb je ook nog een vakje. En je kunt dit bakje eventueel gebruiken voor een saus, yoghurt, noem het maar op. Ideaal. Dus je kunt ervoor kiezen om hier een boterham in te doen, een salade, snacks, fruit. En hij is maar €2,44. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een lunchbox, laat ik je deze zeker aan. Oké, ik ben ook wel benieuwd. Wat is iets wat echt niet in jouw schooltas kan ontbreken? Ik kan sowieso niet zonder een waterfles. En een notitieboekje of gewoon schriften. Dan heb ik hier een kartonnen opbergdoos. Super handig als je bepaalde documenten en papieren moet bewaren. En deze was maar €1,99. Ze hadden verschillende varianten, maar ik had voor deze gekozen. Want deze past het beste in mijn kamer, in mijn hele stijl. En hij heeft een beetje een soort van marble-achtig printje aan de bovenkant. En aan de voorkant heb je ook nog ruimte om een label erin te schuiven. In deze doos heb ik de rest van mijn aankopen. We hebben hier een handgel. Tegenwoordig altijd al vind ik het fijn om een handgel bij de hand te hebben. En deze handgel is 79 cent. Dan heb ik hier maar liefst 30 paperclips in het goud en in het zilver. Heel erg handig als je heel veel papieren krijgt en bij elkaar moet houden. En dit was maar 79 cent. Dan heb ik nog een setje. Ik hou er echt van dat Action van die bundels verkoopt. Super handig. En het ziet er ook nog eens leuk uit. En dit is een stationery set met een spiegel, paperclips, een pen, twee potloden en een liniaal. En deze set was maar 99 cent. Dan hebben we hier een mini ventilator. Dus als je net in de klas warm hebt, dan doe je hem gewoon lekker aan. Ik weet niet of hij dan afgepakt wordt, maar hij is mini, dus je kan hem misschien ook snel wegstoppen. En de prijs was 99 cent. Dan heb ik hier glitter highlight markers. Toen ik dit zag, dacht ik, oh, waarom had ik dit niet toen ik naar de middelbare school moest? Want dit is zo leuk. Veel leuker dan... Ja, oké, neon highlighters zijn ook leuk. Maar dit is toch iets anders. Zo leuk. Het maakt niks uit of je nog naar school gaat of niet. Dit is altijd leuk en handig om in huis te hebben. En de highlighters waren maar 99 cent. Dan kon ik geen keuze maken in welke agenda ik wilde kopen. Dus ik heb er twee gehaald. Eén met een soort van holografisch effect. En er staat op Good Vibes Only. En deze heeft de palmbladeren. En wat ik zo fijn vind aan zulke soort agenda's, is dat je zelf het nog makkelijk kan oppimpen. Door bijvoorbeeld persoonlijke foto's ertussen te schuiven. Dat deed ik vroeger echt altijd. Love it. Ik heb nog ergens die agenda liggen. En het heeft ook van die tabbladen. Love, love, love it. Voor de rest is alles gewoon heel overzichtelijk. Per week. Genoeg ruimte. Deze agenda was €1,99. En wat ik zo fijn vind aan deze is dat hij heel veel ruimte heeft per dag. Dus dagelijks heb je een hele bladzijde om je to-do-list op te schrijven. Je toetsen. Je huiswerk. Dingen die je niet moet vergeten. Dus ja, ruimte kom je niet tekort. Voor het weekend heb je wel ietsjes minder ruimte. Maar dan heb je een halve pagina. Maar dat is ook meer dan voldoende. Dus vandaar dat ik de keuze niet kon maken tussen deze twee. Want deze vind ik heel erg fijn. Omdat je hem
eigenlijk kan personaliseren. En deze vind ik dus fijn vanwege de ruimte. Deze agenda was ietsje duurder ten opzichte van de vorige. Deze was €3,49. Dan heb ik een simpele notepad. Deze vind ik heel erg handig om bijvoorbeeld op mijn bureau te houden als ik snel kleine aantekeningetjes moet maken. Of als ik in de les ben en even snel iets moet doen. Want ja, dit is qua uiterlijk niet per se het mooiste notitieblokje. Maar je kunt de voorkant eventueel ook pimpen als je dat leuk vindt. Maar dit vind ik sowieso handig. En deze was, als ik het goed heb, 99 cent. Oh nee, hij was nog goedkoper zelfs. Hij was 59 cent. En ik heb aan zo'n notitieblok niet voldoende. Dus ik heb ook twee van deze notitieboeken gehaald. Ik ben zelf meer een fan van schriften of notitieblokken met een ringband. In plaats van een normaal schriftje. Maar die zijn overigens ook prima. Heb ik ook in het verleden heel vaak gebruikt. Ik vind dit toch meer een luxere uitstraling geven. Dus ik heb er twee van gehaald. Eentje met stipjes en met een leuk patroontje. En deze waren €1,99 per stuk. En wat mij opviel en waarom ik deze ook heb gehaald, is dat die tussen de pagina's door ook van die tabbladen heeft. Waar je ook nog extra papiertjes of andere dingen kan tussen schuiven. Dus dat is zo ideaal. Dat zie ik eigenlijk niet heel erg vaak. Dus dit is echt top. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item. Save the best for last, zeggen ze altijd. Maar dat is in dit niet echt het geval. Nou ja, ik werd er wel heel erg blij van toen ik het zag. Dit is een pen met een ster erbovenop. Het heeft echt een hele luxe uitstraling. En daar hou ik van. Bougie on a budget, zeggen ze ook wel eens. Dus ik ben heel erg blij met deze pen. Hopelijk schrijft hij ook lekker. Ik ben echt heel kieskeurig met pen. Of nou ja, soms wel, soms niet. Een pen is een pen, zolang het maar schrijft. Nou, ik vind hem prachtig. Voelt een beetje als een soort van toverstafje of zo. Nee, hij is echt leuk. En deze pen was 79 cent. Dat waren mijn back to school aankopen. Ik ben ontzettend blij met wat ik heb weten te scoren. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog achter te laten. En op dit YouTube kanaal te abonneren. En mocht je meer van mij willen zien, dan kun je mij ook volgen op YouTube en op Instagram. Op YouTube heet ik Sabrina Poetri. En op Instagram heet ik Sabrina Poetri achter elkaar. Maar dan nog met een X erachter. Dus ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En wie weet, tot de volgende keer. Doei!